Buiten. Oké. Want weet je wel, hoe vaak is het echt? Oh, sorry. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 1, Annika van Rijksplits. Het is een merrie als je voor je zet in stand. Een imponerende verschijning, veel front. Hals komt ietsje zwaar uit de borst vandaan. We zien ook graag iets meer nek, maar de hals is wel goed verticaal gesteld. Met veel statuur toont hij daarmee. Ruim voldoende sprekend in het hoofd. Iets meer manen zouden voor de ras kenmerken wel beter zijn. De bouw is correct, ietsje stijl in de schouder, maar verder ruim voldoende in de aansluitingen in de bovenlijn. Het kruis vinden we hierbij iets hellend. Het beenwerk is droog en is goed gesteld voor ietsje Frans. Dan komen we bij de stap. De stap, daar zit graag iets meer ritme en ook wat meer ruimte in en meer souplesse. Dat zien we ook terug wat ik in de draf. In de draf toont hij wel meer ritme. Heeft hij een goed voorbeengebruik. Hij vouwt het achterbeen ruim voldoende. Maar zou daarin ook iets meer ritme kunnen tonen. Vandaag wordt deze merrie opgenomen in het stamboek zonder premie. This mare is invited in the studbook as a mare studbook without a premie.
Zo kan ik het doen. Ja, Poppy. En dan heb je, geen micro, heb je helemaal geen microfoon nodig. Super. Nou, dan breng ik de eerste even weer terug. Goed. Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 2. Paard die ruim voldoende in het ras staat. Paard die front toont. Iets meer nek kunnen hebben. Het hoofd is ook ruim voldoende sprekend. In de bouw, wel de bemerking op zijn neerwaartsheid in de bouw. Zou ook wat sterker in de bovenlijn kunnen. En wat het meeste opvalt in de bouw is met name het hellende kruis. Het beenwerk zien we graag iets meer kwaliteit en met name in de beenstanden. Het is erg gehoekt het achterbeen en daarbij is in de voorstand is zeer toontredig. De stap, ja, de stap, we hebben hem daar de extra kans voor gegeven. Maar je ziet dat hij in de stap, met name in linksachter, dat hij daar een onregelmatige beweging mee toont. En dat hij daar te weinig regelmaat in toont voor een hoge notering. De draf. Dan met name in de laatste ronde, dan zie je dat hij daar wel zoekt naar zijn ritme, hij zoekt naar zijn balans. Heeft voldoende gebruik van de bovenlijn, ook wel buiging in het spronggewricht. Maar we zien graag wat meer draging en ook meer onderbrenging van het achterbeen. De merrie kan vandaag helaas niet worden opgenomen. En dat ligt hem niet aan zijn bouw en ras, maar met name aan het beenwerk en de manier van stappen. Dus... mare is not invited in the stud book because it's alarm now. You can hear that. Well, this is not invited in the stud book because the quality of the legs and the walk are not sufficient enough.
draven. 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 Hierbij dan de uitslag van nummer 3. Een zeer aansprekende merrie, met name in zijn front. Goede halsvorm, mooi goed verticaal gesteld. Het paard straalt ook veel jeugd uit. In de bouw, hij zou iets meer manen kunnen hebben en is iets bruin van kleur. Dan de bouw. De bouw is iets neerwaarts, maar ruim voldoende gesloten in de bovenlijn en goed in verhoudingen. Het beenwerk. Zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen en we hebben bemerken op de gehoektheid van het achterbeen. De stap, ja, we zien graag dat de stap iets meer lengte pakt, iets meer geslotenheid daarin toont en zou ook iets meer lichaamsgebruik kunnen tonen. De regelmaat is voldoende, maar hij maakt wat te weinig ruimte eigenlijk in de manier van stappen. In draf, en dan kon met name konden jullie dat zien, hopelijk tenminste, ga ik er maar vanuit, in de derde ronde. Dan pakt die merrie zich heel mooi op in zijn front. Dan brengt hij het achterbeen ook verder naar voren en dan klimt hij er mooi in. Dus daar heeft hij een goed cijfer voor gekregen. Gezien kwaliteit beenwerk en kwaliteit stap wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een derde premie. This mare is invited in the studbook with a third premium. The quality of the legs and the quality of the walk could show better. Oh. Dan gaan we nu verder met nummer 5.
Dan hierbij de uitslag van nummer 3. Het is een imponerend paard. Zou misschien vast 3-jarig iets meer jeugd kunnen uitstralen. Wat we graag zien bij een Fries paard, dat hij iets meer rasuitdrukking heeft. Het hoofd zal wat sprekender kunnen. De hals is goed van richting, ook goed van lengte. Nek is voldoende lang. Iets meer manen zou hem ook niet meer staan, wat ras betreft. Verder de bouw. Paard die staat over veel bodem. Maar de lengte komt voornamelijk uit het middenstuk vandaan. Dus daar zouden we graag iets meer verhoudingen in willen zien. Er is ook wat gezonken in het middenstuk. En dat zien we dan weer terugkomen bij de manier van bewegen. Met name bij de stap en bij de, nou ja, dat zijn de bewegingen die we ook zien, bij de stap en de draf. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. Voorbeenstand te bemerken op de toontrederigheid. Dan de stap toont ruimte, heel veel schoudervrijheid. En in de draf, daar zien we dat het paard ruim voldoende techniek heeft, wil zich ook groot maken, maar drukt daarbij de rug iets naar beneden, zou daarbij iets meer over de rug moeten bewegen. Vandaag wordt deze merrie opgenomen in het stamboek gezien, de stap en de draf, met een derde premie. This mare is invited in the studbook with a third premium.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 8. Het is een merrie in stand. Nee, ik wil wel vertellen waarom dat ik een 8 zei, want hij heeft op ras een 8 gekregen. Dat zag ik. Hey, bingo of niet? Dames en heren, we gaan verder met het. Het is dus nummer 5. Een zeer rassig paard met veel front. Paard die ietsje zwaar vanuit de borst komt, wat de onderhals daarin toont. Maar verder een goede bovenlijn heeft. Ruim voldoende in de aansluitingen en ook goed en mooi in verhoudingen. Een veel manen en een diep zwarte kleur. Vandaar ook die 8 die op ras heeft gehad. Goede bouw. Kan ietsje opwaartsen, maar voor de rest een goede, correcte bouw. Het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit. Ietsje gehoekt uit de achterbeen. De stap die kan misschien ietsje meer doortreden, maar toont wel kracht, toont wel en ruim voldoende ruimte met een goede schoudervrijheid. De draf waardeert deze merrie zich op. Als die merrie echt in zijn eigen doen komt, maakt hij zich groot, brengt het achterbeen goed onder de massa met ruim voldoende buiging en met een goed wegzettend voorbeen. Deze merrie die wordt opgenomen in het stamboek met een ster eerste premie. This mare is invited in the studbook with the first premium.
Dan hierbij de uitslag van nummer 6. Een paard met een jeugdige opdruk. Paard maakt zich met name ook naar de draven, maakt zich ook mooi, ook in stand. Paard die zet de hals er dan op. Zou daarbij wel meer rasuitdrukking kunnen tonen, met name in het hoofd zo sprekende kunnen zijn. En ook in de kleur en in de manen, die zouden, vooral de manen zouden wat rijker kunnen zijn voor een hoge waardering voor het ras betreft. De bouw is goed gesloten in de bovenlijn. Ietsje tikkeltje neerwaarts. Wel hebben we een bemerking op het helling van het kruis. Het kruis is erg hellend. Dan komen we naar de kwaliteit beenwerk. Dat is hard en droog en correct gesteld. De stap. We hebben hem extra laten stappen. En we zien toch dat de stap wat vloeiender door de rug kan. Kan ook meer aansluiten naar het voorbeen toe. En ook meer ruimte kunnen pakken. De draf. Dan waardeert deze merrie zich enorm op. Hij maakt zich groot, maakt zich dan ook heel mooi in zijn voorhand. Heeft veel techniek in de benen, waarbij het achterbeen meer onder de massa geplaatst kan worden. Maar hij toont wel balans en oprichting. Gezien de manier van draven en de kwaliteit beenwerk en bouw wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een derde premie. In ras en in stap schiet hij helaas tekort voor een hogere waardering. This mare is invited in the studbook with a third premium. He could
Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 7. Een paard, hij is nog wat bloot, maar een paard die zeer fraai silhouet toont. Zeer veel jeugd, een hele jeugdige opdruk. Zou voor een iets meer manen kunnen tonen. Maar wel een paard met een heel fraai, sierlijk hals en ook een zeer sprekend hoofd. De bouw is ietsje neerwaarts, maar goed gesloten in de bovenlijn en ook goed in verhoudingen. De beenkwaliteit is wel hard en droog, maar we hebben wel een bemerking op de voorbeenstand. Met name, ik dacht van links voor, in elk geval zeer toontrederig. En dat nemen we mee in het cijfer van het beenwerk. De beweging is iets anders. De beweging, dan mist hij toch wat souplesse. We zien graag dat de stap meer door het lichaam gaat, meer regelmaat toont, er ook meer ruimte daarin pakt. We hebben hem daar genoeg kans toe gegeven, maar het pakt het niet helemaal. En in de draf, hij maakt zich groot, maar ook daarin zou hij wat meer balans kunnen tonen. Deze merrie wordt, gezien bouw- en rasuitdrukking, opgenomen in het stamboek met een derde premie. Hierbij dan de uitslag van nummer 8. Paard staat voldoende juist uit, staat over veel bodem. Het is een reaal gebouwd paard die wat sprekendheid in het hoofd kan tonen.
En ook in de wat meer manen zoeken hebben voor wat betreft de raseigenschappen. Paard is goed gesloten in de bovenlijn, langgelijnd paard, goede aansluiting, maar wel neerwaarts in de bouw. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit, maar is wel wat gehoekt en iets hol in het voorbeen. En ook een kleine bemerking op de beenstand voor. Dan komen we bij de stap. Paard stapt met veel lengte, veel kracht ook en met veel schoudervrijheid en goede souplesse. In draf dan toont deze merrie een goede techniek van draven, gebruikt de bovenlijn goed, spant zich goed, daarin goed aan. En daar heeft ook een goed cijfer voor gekregen. En gezien de stap en de draf wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. This mare is getting in the stud book, of is invited in the stud book as a star second premium.
uitslag van nummer 9. Een paard die misschien iets jeugdiger opdruk kan hebben. Een paard die wel een goed front toont. Voldoende sprekend in het hoofd. Het hoofd is wel ietsje lang. Ook diep zwart van kleur. We hebben wel een bemerking op de bouw. Het paard is erg neerwaarts gebouwd. En het middenstuk is erg gezonken. Waardoor hij zeer driedelig is. En ook wat rond kruis. Dus de verhoudingen wat dat betreft kunnen we iets beter. Dan kwaliteit. Beenwerk is voldoende in kwaliteit. Kleine bemerking op de kwaliteit van het beenwerk. Dan de stap. De stap die zou meer ruimte kunnen pakken en ook wat meer regelmaat kunnen tonen. Wel veel schoudervrijheid, maar zou daarin met achter wat meer kunnen aansluiten. Dan zien we toch de bouw weer terugkomen in de manier van beweging. Dat zien we ook in het draf. Paard mist de geslotenheid in het draf, heeft moeite om de balans te zoeken, omdat hij de rug wat naar beneden drukt en niet echt de ruglijn bovenlijn aanspant en het achterbeen goed onder de massa kan brengen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. This mare is invited in the studbook without a premium. Thank you.
Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 10. Het is een merrie die ruim voldoende jeugd uitstraalt. Zou ietsje sprekend in het hoofd kunnen. Heeft een goede halsvorm en is dat ook ruim voldoende verticaal gesteld. In de bouw heeft hij een goede bovenlijn, zelfs een beetje strak op de lendende partij, maar wel erg neerwaarts gebouwd. Het achterbeen is hard en droog, maar wel erg gehoekt. Dan komen we bij de stap. De stap die toont ruimte, met name in de schoudervrijheid. Veel schoudervrijheid en het achterbeen sluit ruim voldoende aan. Dan komen we bij de draf. De draf heeft techniek. De merrie maakt zich ook wel mooi. Maar dan zien we wat we ook een beetje ontbreken in de stap. We zien graag wat meer lichaamsgebruik, meer souplesse. En dat hij zelf meer in balans en dragen komt. Hij zou meer gesloten moeten blijven in de manier van draven. Vandaag wordt het paard opgenomen in het stamboek met een derde premie.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 14. Een royaal gebouwd paard, die wat meer jeugd kon uitstralen. Wel een goede halsrichting. Iets lang het hoofd, maar wel sprekend. Voldoende manen, helaas wat bruin van kleur. Maar ruim voldoende rasuitdrukking. Dan de bouw. Paard heeft een correcte bovenlijn, tikkeltje neerwaarts. En dat hij wat weinig jeugd uitstraalt, dat nemen we ook weer mee in de bouw. Maar verder een correcte bouw en goed in verhoudingen. Het beenwerk is correct gesteld, maar zal wat meer kwaliteit uit kunnen stralen. De stap. Het paard stapt royaal, sluit ruim voldoende goed aan het achterbeen met veel schoudervrijheid. En in draf, dan maakt het paard zich mooi in de draf, toont veel lossigheid, zou daarbij het achterbeen wat flitsender onder kunnen brengen. Allemaal een merrie die opgenomen wordt in het stamboek met een ster tweede premie. This mare is invited in the studbook with a star second premium.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 15. Een paard die wel wat bruin van kleur is, maar ruim voldoende ras toont door houding en ook sprekend in het hoofd. De bouw is verder voldoende gesloten in de bovenlijn, ook goed in verhoudingen. Wel een bemerking op het beenwerk. Dat zal wat meer, is iets gehoekt. En we hebben nog een bemerking op de voorbeenstand. Heeft een groot verschil tussen de linker en de rechter hoef. En daarbij is je ook links erg Frans in stand. De stap die zou meer regelmaat moeten tonen en ook meer door het lichaam. We hebben even doorlopen, dan wordt hij wel ietsje beter, maar het sluit niet altijd mooi aan. En in de draf, hij maakt zich groot, hij maakt veel voorbeen. Het achterbeen wordt wat traag naar voren gebracht, maar zou er ook meer regelmaat in moeten tonen. Gezien de kwaliteit van het beenwerk en de kwaliteit van de stap, kan deze merrie vandaag niet opgenomen worden in het stamboek. This mare is not invited in the studbook today because the quality of the legs and the quality of the walk are not sufficient.
Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 16. Een paard in stand, valt op, dus een fraaie front, veel hals, hals ook goed verticaal gesteld en een sprekend hoofd. De bouw, hebben we merking op het middenstuk, is erg gezonken en is daarbij ook zeer driedelig. Dat zien we terugkomen straks in de beweging wanneer we zien naar de stap en de draf dat die weinig geslotenheid daarin toont. Ook nog neerwaarts gebouwd. Kwaliteit beenwerk. Het voorbeen is erg hol gesteld. Kwaliteit, de uitstraling van het beenwerk is voldoende. Wel ook een bemerking op de beenstand voor, met name de toontrederigheid daarin. Dan de stap. De stap die, maakt die wel veel schoudervrijheid. Maar het achterbeen zou daarbij meer onder de massa geplaatst kunnen worden en ook wat meer aansluiting kunnen tonen. En dat zien we ook in de draf. Dan heeft hij last, in die zin last van die rug. Hij maakt zich mooi in de voorhand. Maar je ziet dat hij de rug wat naar beneden drukt en dat hij weinig aansluiting heeft met de achterhand, dus weinig over de rug gaat. Vandaag wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een derde premie. Zonder premie. Excuses, zonder premie. This mare is coming in a studbook without a premie.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 17. Een paard die zich met name opwaardeert in de beweging. Dan ook veel fraaier wordt in zijn bovenlijn, in zijn beleiding en in de rasuitdrukking. Wat bruin van kleur, voldoende in de manen en ook voldoende sprekend hoofd. De bouw is correct, goed in de aansluitingen, goede lengte in zijn lichaam. Het beenwerk, dat zal wat meer kwaliteit uit kunnen stralen en enigszins gehoekt. De stap is reaal, goed door het lichaam, ruim voldoende regelmaat erin met veel schoudervrijheid. En in de draf, dan komt deze Mary van de grond, heeft weinig snelheid nodig om tot dragend te komen en dat zien we graag. Groot, goed achterbeen gebruikt met veel ruimte ook in het voorbeen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een ster eerste premie. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 18. Een zeer jeugdig paard, veel elegantie toont, met name in de voorhand. Goede halsvorm, goede ronding ook in de bovenlijn. Zwart van kleur, sprekend hoofd, dus heeft het straalt veel ras uit. De bouw is hier correct in die zin dat hij goed in verhouding is. Tikkeltje gezonken in het middenstuk. Dan de beenwerk. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit en is ook correct gesteld.
de stap. Die zou iets meer buiging en spronggewicht kunnen tonen. Toont wel lengte, toont schoudervrijheid. Maar zou daarbij iets flitsender onder de massa kunnen worden gebracht. De draf, dat doet hij zeer goed. Paard maakt zich groot. Heeft heel weinig snelheid nodig om tot dragen te komen. En om daar ook in te verruimen. Spant zijn bovenlijn daarin ook goed aan. Dit paard wordt gewaardeerd vandaag met een ster eerste premie.
Dames en heren, hierbij dan de uitslag van onze laatste driejarige. Dat is een zeer fraai paard, met name door de voorhand, veel rasuitdrukking, door zijn goede halsvorm, fraai in de belijning ook, wat de bovenlijn van de hals betreft, sprekend hoofd en toont daarbij heel veel front en elegantie. In de bouw, dat hellend in het kruis en een tikkeltje gezonken, maar wel goed in verhoudingen. In het beenwerk, tikkeltje gehoekt in het achterbeen, verder is dat correct gesteld. Dan de stap. In het begin kon dat wat resoluter, dat waardeerde hij zich later wel in op. Het paard stapt met voldoende techniek en ook met voldoende onderbrenging van het achterbeen. De draf, het paard maakt zich mooi, maar houdt zich wat vast in de bovenlijn. Het achterbeen wordt wel naar voren gebracht, maar zou meer door moeten treden. Het paard heeft overigens een vrij gebruik van het voorbeen. Gezien de rasuitdrukking en de correctheid binnen het beenwerk en of voldoende in het exterieurkenmerken, wordt het paard opgenomen in het stamboek als ster tweede premie. Ik wil ook een paar. De uitslag van nummer 20. Paard die opvalt door het sprekend hoofd. Daardoor ook voldoende rasuitdrukking, had zo iets meer lengte kunnen tonen. Het geheel zou iets langer gelijnd kunnen zijn. Hij is iets gezonken in het middenstuk, wat strakke pelenderen. Paard heeft overigens wel uitstraling. Het achterbeenwerk straalt voldoende kwaliteit uit, maar we zien vaak een te gehoekt achterbeen en deze is eigenlijk wat aan de rechterkant. Dan hebben we nu de stap. De stap die
En dan zien we ook het gebruik en ook het recht achter en weer terugkomen. Dan heeft hij weinig buiging in het spronggewricht, wel veel lengte in de pas. En in de draf, daarentegen, heeft hij veel techniek in het achterbeen. Maar we zien graag dat hij meer oprichting en meer over de rug gaat. Dit paard wordt vandaag weer stamboek en is niet premie. This mare is today studbook again. Dat vind je ook lekker hier, hè? Ja. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 21. Het is een paard. Hij is 4 jaar oud, maar maakt een zeer jeugdige indruk. Fraaie beleiding, voldoende opwaarts gebouwd, met een goed gesloten bovenlijn. Maakt zich misschien een beetje strak op de lendenpartij, maar wel in een mooie verhouding. Een zeer aansprekend paard. Ruim voldoende hard beenwerk en voldoende correct gesteld. Dan komen we bij de stap. De stap zou iets meer door het lichaam kunnen, maar maakt wel voldoende ruimte en ook voldoende schoudervrijheid. In draf, met name de laatste rotonde, laatste ronde,
kon je zien dat hij veel techniek het achterbeen heeft. Zou daarbij meer schoudervrijheid kunnen tonen. Paard wordt vandaag bekroond met een ster tweede premie. De uitslag van nummer 23. Als ik moet beginnen met dit paard, dan zeg ik, vind het een majestueus paard. Daar staat wat, front, beleiding, iets tikkeltje gezonken, reaal paard, lang gelijnd. Uiteindelijk helemaal niks mis mee. Kwaliteit ook ruim voldoende in het beenwerk. Dan komen we bij de stap. En helaas, de stap is gewoon vandaag onvoldoende. De stap is kort lang en we kunnen er lang en breed over praten, maar we moeten keuren volgens de maatstaven die we wel afgesproken hebben. De stap weerhoudt dit paard van een uitnodiging voor de tweede ronde. De draf daarentegen, ik wil ook wel zeggen van hoe we die beloond hebben, die hebben we beloond met een 9.
Het is echt waar. Ik riep bij de andere mensen vandaan. Ik zei, ik wou ook op een andere planeet wonen. Maar we moeten keuren volgens de regelgeving. Ik vind het heel sneu, maar de stap is gewoon onvoldoende. We hebben hem kans gegeven. En dat sloes. Paard heeft voor de rest veel kwaliteiten. Maar u heeft er, kan ik begrijpen, niet veel aan. Well, here are the results of number 23. He is not invited for the second round, for the second inspection. It's a very good horse in racial type. Confirmation is very good, but and his trot was very special. Maybe the best trot we have seen till today, this day, but the walk is not sufficient enough to become, to get an invitation for the second round. Dan hier bij de uitslag van nummer 25. Een royaal gebouwd paard met ruim voldoende rasuitdrukking. Spreek het hoofd, zou iets meer lengte in de hals kunnen hebben, ook iets verticaler gesteld. Een correcte bouw, goed in verhouding, tikkeltje gezonken. Het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit. In beweging waardeert deze merrie zich op. Paard stapt kordaat,
met ruim voldoende lengte en met kracht. In draf waardeert deze merrie zich op, heeft veel techniek in de manier van draven. Met een goed wegzettend voorbeen zou erbij misschien iets meer kunnen reizen. Al met al wordt deze merrie, krijgt de eerste premie, wordt uitgenodigd voor de tweede ronde. We vervolgen nu de keuring met nummer 26, Pleun van 't Lansing. Uitslag van nummer 26, Pleun van 't Lansing. Een paard dat ook indrukwekkende verschijning is, met name door haar front, langgelijndheid en met zeer veel uitstraling. Heeft ruim voldoende rasuitdrukking, correct gebouwd, langgelijnd, staat op veel bodem. Het beenwerk is ruim voldoende correct en ook ruim voldoende wat kwaliteit betreft. De stap. Daar zou iets meer door het lichaam kunnen, maar toont ruim voldoende lengte. De draf waardeert deze merrie zich zeer op. Goed achterbeengebruik, imponerend, maakt zich groot, drukt zich een beetje weg. Maar daar niet te min is het een paard wat zeer goede manier van draven heeft en daarin ook veel techniek toont. Het paard krijgt een uitnodiging voor de tweede ronde. This mare, en daarbij dus een eerste premie. This mare gets an invitation for the second round, and there are and also a first premium. Well, ladies and gentlemen,
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 5. De Alwin Merrie Elske van Wilde. Het is een fraaie merrie, zeer rassig, goed in bouw, goed stappend. Soms ietsje het ritme kwijt, maar verder goed stappend. Draaft nu vanmiddag ook weer, met name de laatste ronde, met een goed achterbeengebruik. En met een goede voorbeen, goed lichaamsgebruik. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon. This mare is getting professional crown this afternoon. Good conformation, good racial type. And the walk, and especially the trot, were very good. So it's a professional crown mare today. Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 17, Freule van de Bokkenfarm. Ik geef eerst de uitslag en dat is dat de merrie niet voorlopig kroon wordt. En dat zal ik ook proberen uit te leggen en dat zit hem een beetje in het systeem. Een eerste premie, dan kunnen de beweging, de cijfers van de beweging kunnen compenseren met het exterieurcijfers. En rascijfers en beenwerk. Deze is vanmorgen een eerste premie gekregen omdat hij, en dat liet hij nu weer zien, zeer goed kan draven en ook goed kan stappen. Daar had hij zulke hoge cijfers mee dat dat de andere cijfers van het exterieur kon compenseren. Daarvoor kreeg hij een eerste premie. Maar nu, met de kroonverklaring, moeten zowel de exterieur, dus de bouw, nee, ik moet anders zeggen, ja, exterieurcijfers, dus ras, bouw en beenwerk, moeten gemiddeld op een 7,5 komen. En de draf moet ook op een 7,5 komen. Nou, de draf heeft hij zelfs over, wat de 7,5 betreft. Alleen op het exterieur niet. Dat is met name zit hem in de ras. Hij zou iets rassiger kunnen zijn, vooral wat de kleur en de manen betreft. We hebben ook wat bemerkingen op het beenwerk. Sabelbenig kon iets meer kwaliteit uitstralen en wat een hol voorbeen. Dus de exterieurcijfers zijn niet voldoende om hem tot voorlopig kroon te verklaren. This mare is not professional crown today. I will also explain to you the system. The system is when you get the first premie, you can use the notes, the marks
from the movements, the walk and the trot, you can use that with the exterior notes. It can compensate that. But that's not possible with the crown declaring. The crown declaring, racial type, conformation in the legs, and the average of that should be 7.5. That is not today by this mare, because his racial type, it's a good note, but he had not get a 7.5 for racial type, and also the legs could show more quality. So it's a shame. His marks of the trot were also this afternoon very good. But it's no professional crown today. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 18, Evita van Boengarten. De uitslag zal ik eerst vertellen, die kan niet voorlopig kroon verklaard worden. Zeer rassige merrie. Ik steur daar iets gezonken in het middenstuk. Zou wat meer gesloten kunnen zijn in de bovenlijn. En de stap en de kwaliteit van het beenwerk, die keren het dat deze paard vanmiddag tot voorlopig kroon wordt verklaard. Dus de B-werk en de stap, die keren het voorlopige kroonschap.
Ook nu vanmiddag weer een geweldige presentatie, met name in de draf van dit paard. En dat is waarom hij ook een eerste premie heeft gekregen. We gaan weer terug naar het systeem. De bewegingen kunnen het tekort in. En dan moet je tekort ook een beetje relativerend zien natuurlijk. Want er staat hier wel een kroonmerrie, heeft een eerste premie gekregen. Maar goed, het model is een stap hoger. Hij kan dus niet model verklaard worden. Dat moet ik er alvast bij vertellen. Geweldig dravend paard. Daarvoor heeft hij de eerste premie ook gekregen. Wij zouden wat, met name in de stand, wat een driedelige merrie. Zou wat meer rasuitdrukking kunnen tonen. En voldoende kwaliteit in het beenwerk. Maar de beweging heeft vanmorgen, de stappen, de draf, met name de draf, heeft zo compenserend gewerkt dat wij er in die zin ook met veel plezier een eerste premie aan hebben gegeven. Alleen het systeem van de modelmerries, dat is nu weer anders en dan wordt het weer los gekoppeld. En dan kan de beweging aan de hand niet compenseren. Wat wel had kunnen compenseren, dat is dan de test. De fantastische test van 81. Maar gezien de exterieurkenmerken zou dat een triple A moeten zijn. Om dat genoeg compensatie te krijgen ten aanzien van zijn exterieur en raskenmerken. Dat is het systeem en daar hebben wij uitvoering aan te geven. Dus het spijt me, geen modelverklaring. This mare is not declaring a model mare today, because the racial type conformation, the exterior racial type and conformation and quality legs are good, but not enough for a model mare. And as well as the mares here before, the movements on the hand cannot compensate with declaring model. But it was a special appearance of this mare, was very good in trot. He was better than this morning in trot, so his first premie is more than deserved. Goed, dames en heren, dit is ons laatste paard, Pleun van Plantzing. Ook weer een geweldige presentatie vandaag hier weer, en met name in de draf zeer speciaal. Het paard wordt vandaag model verklaard. Bij exterieurmatig vinden we hem goed in elkaar zitten, komt hij op die 7,5 gemiddeld. Heeft een dubbel A wat betreft de verrichting, dus dat is voldoende, dus ruim voldoende om deze merrie sterk te verklaren.
This mayor is declaring a model mayor today.